Nou, vandaag een sessie met Denise. Ja? Ja. Jij komt vandaag voor je onderarm en hand. Hoe is dat ontstaan? Het is eigenlijk een beetje overbelast doordat ik te veel tegen de zak ben gaan trainen, denk ik. En te veel boksen. Okay. Dus nu merk ik gewoon met stoten dat ik echt pijn heb. En dat trekt door naar mijn onderarm. Is dat dan echt als je strekt of als je hem terughaalt? Het is eigenlijk weer echt met de stoot zelf. Dus als je het raakt, dan voel ik het doortrekken. Oké, dat is belangrijk voor mij. Dan heb je ook last van de strekkers die je arm strekken. Ja. En heb je ook last in het dagelijks leven met als je iets onderarm... Nee, het is echt alleen met het trainen zelf. Ja? Dan heb ik er last van. Als je hem strekt. Ja. Wat ik ga doen is gewoon heel de arm naar kijken, de strekkers, ook de buigers, kijken of ik wat tegenkom. En ja, doordat je last hebt met de impact, geeft het ook wat stijfheid naar de arm toe. Ja. Dus ik ga een klein testje doen. Ja, goed. Dus dan hebben we een buigtest en een druktest. Ja. Zal ik de arm in de zij houden. Ja. Mag je naar boven drukken? Ja. Komt die dan? En mag je hem zo houden en naar beneden drukken. Ik denk dat je hem nu voelt opkomen. Ja. Soms de strekkers. Mag je ook met je hand doen. Dus mag je hem eigenlijk naar buiten buigen. En naar boven toe. Ik denk dat je hem hier voelt opkomen. Ja. Ja. Dus dan ga ik dit stuk nakijken. En een testje te kijken of ook de draaien van je hand ermee te maken hebt. Dus mag je hem naar binnen toe draaien. En dit zijn de strekkers die draaien naar buiten toe. Dan zou je te voren opkomen. Ja. Dus dat is dit gedeelte. Verder nog klachten? Ik heb last van mijn onderrug. Ja? Dat komt ook denk ik een beetje door het sporten of door het bukken. Vooral met dat ik echt, eigenlijk met dit stukje, dan voel ik mijn onderrug. Oké, en kan je daar nou heen? Kan je daar wel doorheen? Dus dat je de vloer gewoon aan? Ja, of zeg je van het remt hier? Nee, het voelt gewoon alleen een zeurende pijn. Oké. Maar ja, ik kan wel verder, maar het is nog een beetje lichtjes. De pijn. En heb je dat ook met een draaiing? Nee, het is echt alleen naar voren, de buiging naar voren. En heb je dat wel eens eerder gehad? Ja. Ik heb denk een maand of 4 geleden. Maar toen had ik het wel echt veel erger. Dan kan ik gewoon eigenlijk niet meer buigen. En is dat beide sides of aan één kant? Aan beide kanten. Aan beide kanten? Ja. En heb je het gevoel of het aan de kracht ligt? Dus dat je denkt, oké, nu... Gaat hij er eigenlijk doorheen? Want dat zou betekenen dat het aan de spieren ligt die de rug stabiliseren. Dus dat je zegt van oké, mijn rug voelt niet helemaal stabiel aan. Dus je core eigenlijk. Ja. Nou, dan heb je echt aan beide zijden heb je last. Ja, ik train mijn core wel heel veel omdat ik weet dat het een zwak punt is. Dus dat weet ik. Ga ik daar toch even uittesten? Ja, is goed. Ja? Ja. En dan ga ik kijken naar eigenlijk de mobiliteit in de onderrug. Ja, is goed. Dat is een heel pakket. Even terug naar de rug. Heb je ook wel eens dat het uitstaat bij je been? Ja. Welk been? Rechts. Rechts. En tot waar gaat het? Tot mijn knie. Ja. Dat het tintelt, zeg maar. Dat bedoel je toch? Ja. Dan ga ik ook even nakijken. Vooral omdat je zegt het tintelt. Dan kan er bijvoorbeeld een zenuw bij betrokken zijn. En dan ga ik kijken of daar een druk op komt. Die ontstaat vanuit de piriformis, dus een spier die op de nervus ischiatus kan drukken. Dat is de venuw die je been aanstuurt. Ja, is goed. Oké, maakt allemaal niet uit. We hebben de test van de onderarm al gedaan. Mag je komen liggen op je rug? Ja. Dan ga ik een test doen om te kijken, linkerbeen zeg je? Ja, klopt. Nee, mijn rechterbeen. Rechterbeen, oké. Ja. Ga kijken of er een zenuw bij betrokken is. Ja. Dat ga ik doen door het been te hebben en kijken of de klachten kan opzetten waar je het over hebt, dus dat tintelen. En dat heet de straight leg raise, dat is een test. Bij 30 graden is die positief, dus eigenlijk nu om het te voelen, want nu gaat het doorheen en eigenlijk komt hij niet op zich. Dus dat roept de klachten waar je het over hebt, dat roept hij niet op. Ja, ik voel mijn rugpijn wel het meest als ik hem... Even kijken hoor, nog één keer. Hier voel ik mijn rugpijn het meest. Maar hoe omschrijven die klacht dan? Is dat een zeurende? Een beetje zeurend. Oké. Ja. Ik vermoed niet echt neurogene betrokkenheid, wil zeggen dat er een zenuw bij betrokken is. Wat ik wel ga doen is kijken of er een mechanische druk vanuit een spier, een exolatator, een piriformis bij betrokken is. Dus dan denk ik meer aan een bonek zetten en dan mag je aangeven of die opletten. Nou, echt heel lekker voelt het niet. Nee, is dat een beetje, maar ik voel het gewoon in mijn beelspier. Is dat een herkenbare pijn? Nee, 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 nee. Oké, dan is het toch een... dat die uit de onderrug komt. Dus samen is het door. Nu je toch zo ligt, ga ik gelijk mijn koor uitzetten. Ja. Dan mag je je knieën buigen, dus optrekken. Ja. Deze meer. En dan mag je een bruggetje maken. Dus met de heup omhoog. Ja. Mag je 10 seconden vasthouden. Ik verwacht niet dat dat een moeite voor is. Ja. 7, 8, 9, 10. En dan mag je weer je bruggetje laten instorten. Ja. Gaan we zo nog een keertje doen. En dan zeg ik, als je boven bent, kom eens naar boven. Dan mag je dit been strekken en de knieën gelijk houden. Nu mag je wel de brug recht houden. Dan kan ik wel even kijken of die instort. Ja. 4, 10 seconden. 5, 6, 7, 8, 9, 10 en los. Ja. Gaf dat je moeite? Je mag met, nee, nee. Mag je op handen en voeten komen zitten? Dan gaan we de sleeperwijn doen. Ja, die ken ik. Mag je je rechterarm strekken en je linkerbeen? Heupen gelijk is. 10 seconden. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en los. Je hoeft die andere kant niet te proberen, want dat geloof ik wel. Ja. Ja, dan gaan we hem nog een keer doen. Ja. Zelfde houding. Zelfde arm en been? Ja, zelfde arm en been. Ja. En dan mag je dit been buigen. Zo. Ja, dat is vandaag, dan kom jij meer in het gebied dat je niet aan het trainen bent. En dan mag je 5 seconden vasthouden. Oké, mag ik voor? Dit is voor jou eigenlijk wat je, waar je lichaam aan moet werken. Dus het trainingsgebeuren. Ja. Dus 5 seconden. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja. Als jij je koor gaat trainen, moet je niet de dingen doen die je al kan, maar de dingen die je niet kan. Ja. Dus dat is een stand. Dan heb ik eigenlijk, we gaan eerst behandelen, dan kom ik nog terug op een paar aantal leukere kooroefeningen die je kan doen. Ja. Dus dan ga ik je onderrug even wat, ik heb hem wat ruimte gegeven. Dan ga ik ook de spieren natuurlijk eromheen behandelen. Dat zijn dus de hands-on technieken, waarvan ik denk dat die ook toegepast moeten worden. En bij manuele chiropractor doen ze meestal alleen het mobiliseren van de onderrug. Maar de hands-on technieken die passen ze minder toe. Waarvan ik denk dat die wel toegepast moeten worden. Okay. Dan voel je ook dat die onderrug wat stijver is. Ja. En het liefst wilde ik eigenlijk vanavond sporten. Is het dan handig om juist een dag rust te nemen? Nee, zo op de manier hoe ik nou behandel, kun je gewoon gaan sporten. Als ik nou zou dry-needelen, dan... Oh, hier voel ik hem. Ja, ik ook. Dat is de ruggenstrekken, hè? Ja. Op de manier, als ik echt zou needelen, dan beschadig je het weefsel een beetje en dan krijgen we interne doorbloeding. Dan zou ik adviseren om een dag rust te nemen. Het zou kunnen dat je sport, maar wellicht aan je eigen verdraagzaamheid of je dan door die pijn heen komt. Sommige topsporters doen het gelijk, daar was ik ook wel eens verbaasd over. Maar de meesten blijven gewoon rustig thuis. Heb je ook last als je zit van die onderrug tijdens kantoorwerk, langdurig? Nou, ik heb zeg maar 1 keer per 4 maanden, dan schiet het zeg maar in mijn rug. En nu heb, ik er wel last van, maar niet zo erg als de vorige keren. Dus nu als ik lang zit, dan heb ik er geen last van. Maar als ik er echt doorheen ben gegaan, dan is vooral het opstaan van de stoel. Ja, dat zijn dan dingen dat je merkt dat je kracht mist. Ja, ja, ja. In die omgeving. Dat zijn dus duidelijk die stabilisatoren. Dus je hebt spieren die je rug stabiliseren. Mm-hmm. En als je een beweging uitvoert, dan heb je ook spieren die daaromheen draaien, de global move noemen ze dat. De stabilizers zijn de spieren die je rug stabiliseren. Mm-hmm. En dan heb je de global movers, die bewegen eromheen. Daardoor kan je een grote beweging uitvoeren. Zoals opstaan. Ja, waardoor tegelijkertijd je rug wordt gestabiliseerd. Mm-hmm. Maar als die local stabilizers even loslaten, dan krijgen die global movers die de beweging aan het uitvoeren zijn, krijgen dubbeltaken. Ja. Dus dan krijg je een kramp. Ja, eigenlijk een soort krampervaring. Dus mm-hmm. schiet dat echt in die spieren. En dat kan bij een papiertje optillen zijn, dat kan bij iets heel lulligs. Ja. Dan krijg je die kramp en daar krijg je last van. Die kramp in die spier. Ik ga een stukje ook nog een beetje shockwave, ja? Ja. Dus met de shockwave haal ik de spanning uit de aanwezige lokale spier die op spanning staat. Door middel van schokgolven. Hoe voelde dat aan? Voelt goed. Oké. Zo. Voelt dat ook goed aan? Ja. Allebei goed. Mag je omdraaien voor je elleboog? Ja. Dus wat ik nu ga doen is die onderarm nakijken. Ja. Eventuele spanningspunten. Hier zit het knopje van de radius. Kijken of die meegeeft. De strekkers. Hoe is dat? Dat voel ik wel. Ja, die ga ik wel ook op richten. Ja. Want, verlagen van de spanning in de strekkers, van de pols. Wat ik ga doen is het verlagen van de strekkers van de vingers. Want uiteindelijk eigenlijk over de pols heen loopt en over de vingers. Dus dat je eigenlijk ervaar je de symptomen hier. Die kunnen ook hier ontstaan. Ja. Ja? Dus ga ik dit gebied detoniseren. Dus verlagen van de spanning. Ja. Ga ik straks ook weer doen met de shockwave. Oh, dat gaat lekker zijn. Ja, ja, ja. Ik kijk ernaar uit. Ken je? Nee. Nee? Hier voel je ook... Ben je ook rechts? Ja. Veel met de rechterarm... Met de muis, ja. Met de muis. Ja. Je voelt hier echt wel de spanning. Ja, dat klopt, ja. Voel jij hem ook? Ja. Oké. En die spanning, dat doe ik nu bij de hands-on-technieken. Verlagen, want dat kan natuurlijk ook met de shockwave zo. Je voelt hier gewoon die spanning zitten. Ja, zo. Ja, dat voel ik wel. Dit zijn spieren die lopen helemaal weer elleboog tot over je pols, tot in de gewrichten, polyarticulaire spieren. Spieren die lopen over 3 gewrichten. Dus daarom begin ik ook echt hier. Ja. Niet alleen bij het uiteinde. Ja. Hoe is het met het laatste keer boksen gedaan? Of heb je nog niet gebokst? Nee, ik heb niet meer gebokst. Oké. Nee. Ik wilde eigenlijk even iets van 3-4 weken rust houden. Ja, tuurlijk, ja. Omdat zeker met een bokstraining kun je niet echt rustig aandoen. Nee, hè? Wat je kunt doen is bijvoorbeeld een half uur mee trainen, maar dan geef je jezelf nog steeds 100%. Ja. En ik wil dan liever iets langer rust houden dan dat ik terugkom en na een kwartier denk dat het niet gaat. Ja, precies. Dat vind ik ook zonde. Dus, rust voor het herstel. Ja. Ja. En nu toch met de feestdagen dacht ik, nou dat komt dan mooi uit. Dus je goede doel is na oud en nieuw weer te gaan starten. Ja, het liefst wel. Ja. Hoe voelt dat dan? Voelt niet lekker. Gaat wel te doen. Ja, gaat wel te doen, ja. Dat was het alweer. Gelukkig.